Oké, goedemiddag allemaal. Het is iets over 4. Ik wilde toch graag beginnen. Ik zie nog wel steeds dat mensen binnenkomen. Maar ik wilde gewoon netjes op tijd beginnen. En ook op tijd eindigen. Dus van harte welkom vandaag bij dit webinar namens Zuiderplan Nederland. Met als onderwerp technische informatie als een asset en de bijbehorende business case. Ik wil allereerst even vragen of één iemand maar even een chatberichtje kan sturen om aan te geven of jullie het scherm goed kunnen zien, zodat ik je niet dadelijk alle slides laat zien zonder dat jullie daar mee kunnen kijken. Wellicht Alexandra, of jij dat even kunt doen of iemand anders van mijn directe collega's. Een andere afspraak die ik graag wil maken is, mocht het zijn dat jullie op een bepaalde slide of een bepaald deel van de presentatie van de webinar een vraag hebben, dan zie ik die gaarne in de chatbox tegemoet en dan zal ik die proberen om zo snel als mogelijk of wellicht meteen te beantwoorden. Dus dat hoeven we niet tot het einde te laten wachten, omdat we dan over het topic hebben, dan is dit voor iedereen denk ik. Meteen to the point. Goed, het onderwerp vandaag: technische informatie als een asset en de bijbehorende business case. Ik ben zelf Guido Abbedaars. Ik ben directeur technische documentatie services voor Centraal Europa, wat inhoudt Nederland, Duitsland en functioneel Polen. En ik wil jullie graag door de volgende agenda heen praten. Allereerst toch wel een terugkerend item in onze webinars is onze visie op technische documentatie. Dan hoe wij zien als dat technische informatie niet zozeer een kost, maar een asset kan zijn voor uw organisatie. Dan gaan we inzoomen op de scope en de dimensies van de business case en een aantal voorbeelden met aantoonbare resultaten. Want uiteindelijk is dat uiteindelijk waar het ons, maar ook onze klanten om gaat. Visie op technische informatie. Dat hebben we eerder gedeeld in een. Als je vaker onze webinars hebt gezien, is dit een plaat waar wij vaak mee beginnen. Wat wij zien is dat zeg maar in de huidige, zeg maar, ten opzichte bijvoorbeeld van een jaar of 10 of 5 terug, dat we een heel duidelijk krachtenspel zien in de industrie, in het ecosysteem van de industrie. Waar wij over het algemeen vanuit oorsprong te maken hebben met OEM's, OEM'ers, product manufacturing bedrijven of system integratoren, die op hun beurt weer een product of een installatie leveren aan een asset owner. Of aan een proceseigenaar, zien we daar toch in toenemende mate nieuwe vragen, nieuwe wensen, nieuwe behoeften ontstaan. Met name die veel meer vanuit die asset owner komen. Enerzijds heeft dat te maken met feitelijke ontwikkelingen, door toepassing van nieuwe digitale technologieën. Anderzijds ook veel meer de connectivity van die producten, maar steeds ook meer de informatie en het informatie bidirectioneel data en informatie delen. En waarbij uiteindelijk het doel is om het optimaal gebruik van de betreffende product of installatie te kunnen garanderen. En dat vraagt uiteindelijk ook een aanpassing van de OEM's en de system integratoren. Om uiteindelijk die behoefte bij hun klant te kunnen bedienen. En daar gaan eigenlijk twee dingen door elkaar. Enerzijds productinformatie of productgerelateerde informatie. En uiteindelijk natuurlijk steeds meer assetinformatie, wat we met de oranje kleurtjes veel meer hebben aangegeven. Dat betekent dat dat deel ook steeds belangrijker wordt in zeg maar het ontwikkelen, het installeren, maar zeker ook in het gebruik nemen van producten in de industrie. Een tweede plaatje wat we graag aanhalen is het feit, en ik wil voorkomen om zoveel mogelijk om een buzzword te praten vandaag, maar dat we natuurlijk zien dat iedereen, en zeker ook in de laatste maanden, kwartalen, waarin we hebben bewezen hebben dat we op een steeds meer digitale manier kunnen werken, dat iedereen kijkt naar op welke wijze kan digitalisering ons helpen om ons business te verbeteren. En de statement wat wij graag willen maken is zeg maar dat industrie 4.0, hè, wat natuurlijk een buzzword is, uiteindelijk ook informatie 4.0 nodig heeft. En dat wordt nog wel eens vergeten.
Ik ga je niet helemaal door het hele plaatje hier praten. Maar het is een, ja, het is ook een plaatje wat wij vanuit de markt gebruiken. Zoals je ziet in de source beneden. Maar waarbij je eigenlijk ziet dat de ontwikkeling gaat van zeg maar, oorspronkelijk technische informatie als echt een publicatie voor een specifiek product of een specifieke doelgroep. Om die uiteindelijk het zodanig gestructureerd te gaan gebruiken, te gaan creëren, dat je uiteindelijk optimaal hergebruik en optimaal, ja, zeg maar, optimaal structuur brengt in de informatie die je hebt. Wat weer een basis is om uiteindelijk content in de toekomst helemaal te gaan gebruiken als een object of als een informatie nugget die in samenspraak met verschillende andere legacy informatiedata, zoals CRM, support, knowledge base, embedded help. Maar straks helemaal in de vierde stap veel meer geautomatiseerd, getriggerd gaan worden. Met een hele duidelijke insteek om de juiste informatie op de juiste plek aan de juiste gebruiker. En zoveel als mogelijk geautomatiseerd te kunnen voorzien. En daarmee ga je uiteindelijk op een hele andere manier naar informatie kijken. Daarmee hebben wij ook als Etteplan zeer nadrukkelijk voor onszelf, maar zeker ook voor u als klant, voor jullie als klant, nadrukkelijk aangegeven wat is nou voor ons de toekomst van technische informatie. En dan zien we toch eigenlijk wel een aantal fundamentele shifts, en waarbij we toch echt wel ook een aantal eigenschappen zien voor de toekomst. Nou, allereerst is dat daar een duidelijke shift is van technische informatie die zoveel meer user-centrisch moeten zijn dan product/document-centrisch. Waar we nu toch heel vaak nog zien dat een manual echt een product, een output is in een verschijningsvorm als document, zullen we dat straks steeds meer gaan moeten bekijken van voor welke user, in welke context, bij welke klant, voor welke applicatie heeft iemand welke informatie nodig. En op die manier moet ook de organisatie gestructureerd worden. Het zal steeds meer spontaan getriggerd worden bij context of een event. Denk maar even aan sensoren vanuit IoT. Informatie zal veel meer al in modulevorm beschikbaar worden. Omdat dat daarmee uiteindelijk ook als component getriggerd of digitaal getriggerd kan worden. Informatie zal assembled worden. Het zal vanuit verschillende databases, verschillende bronnen bij elkaar gebracht worden voor specifieke taak, een event of een context. Wat ik al zei, verschillende datatypes op verschillende manieren en vanuit verschillende bronnen samengebracht. De toepasbaarheid zal veel belangrijker worden van die content. Dus ik zeg maar even zo, als je bij een verkeerde configuratie staat met de verkeerde of met een te algemene set aan informatie, dan gaat dat niet, zeg maar, de optimalisatie van een taak of een storing verhelpen niet ten goede komen. En we zien ook steeds meer dat het belangrijk wordt om door de hele organisatie heen die informatie bij elkaar te brengen. En ook voorkomen dat men links of rechts het veel opnieuw uit zit te vinden. En dat betekent dat er eigenlijk door de verschillende silo's heen veel meer die informatie gedeeld zal moeten worden. En ook veel meer consistenter gebruikt zal moeten gaan worden. Nou, dat betekent dat R&D met service of met sales en marketing of product management veel nadrukkelijk zal moeten kijken op welke wijze, welke behoeftes er zijn en ook heel nadrukkelijk er eigenaarschap moet komen over de verschillende silo's die wat aan informatie voorziening ontwikkelt. Offered at the point of use en nogmaals overal beschikbaar, steeds meer via allerlei vormen van verschillende publicatiekanalen. Denk nogmaals weer even niet alleen aan de manual, maar ook natuurlijk via HTML of iPads, maar in toenemende mate ook steeds meer in vorm van visuele informatie. In de toekomst denk maar aan augmented reality glasses of andere vormen van mixed reality. Dynamic, dus ook continu geüpdate. Dat betekent ook dat er bidirectionele informatie zal zijn. Dus dat er een soort lerend systeem komt van informatieverrijking. Denk maar even aan een user die een andere tip geeft of feedback wil geven. Dat meegenomen wordt in de verdere, zeg maar, nieuwe versie van informatie. Dus ook bidirectionele feedback vanuit de user. En daarmee, en misschien is dat wel een summary, informatie veel meer een asset kan worden dan een kost.
iets waar wij, een plaatje wat wij nadrukkelijk gebruiken, het is eigenlijk een soort context en een soort ja, informatie, of nou, informatiearchitectuur zou je hem kunnen noemen. Of een architectuur hoe wij kijken naar zeg maar, de wijze waarop wij verschillende data bij elkaar brengen ten behoeve van een bepaalde context of end-user, is dat aan de linkerkant zien wij natuurlijk zeg maar, heel veel legacy bedrijven hebben een gigantische hoeveelheid data in allerlei verschillende systemen die vanuit oorsprong, en daar hebben we natuurlijk al denk ik wel heel wat dingen in verbeterd, maar vanuit oorsprong vaak ook nog als aparte silo's of aparte informatiebronnen zijn opgezet. En ja, daar zit ook vaak een hele grote uitdaging voor bedrijven om die zaken bij elkaar te brengen en om die naadloos met elkaar te laten communiceren. Daar is natuurlijk nog steeds meer, komt daar steeds meer bij, dat je ook ziet dat de producten of de installaties die in de markt staan ook steeds meer geconnected worden, wat natuurlijk ook nog een additionele bron van informatie gaat worden. En uiteindelijk heb je de doelstelling om die informatie bij elkaar te brengen, om uiteindelijk, en denk daar maar even aan de product lifecycle, om naast natuurlijk producten te ontwikkelen, om die effectief te verkopen, te installeren, te gebruiken en uiteindelijk ook te onderhouden. En wat wij steeds meer zien is een ontkoppeling van zeg maar, deze informatiedatabases en uiteindelijk ook het werk om die informatie bij elkaar te brengen voor een bepaald doel. En uiteindelijk de publicatie en de manier waarop zeg maar, die informatie gebruikt wordt door verschillende end-users via verschillende kanalen. En nou, vanuit dit plaatje wil ik eigenlijk twee belangrijke pijlen aangeven waar wij en ook de shift die wij zien. En dat is eigenlijk dat we in het verleden, maar nu nog wel steeds, over het algemeen, en dat zal voor de ene organisatie anders zijn dan voor de andere, maar dat er over het algemeen nog veel sprake is van push-informatie vanuit een bepaald legacy systeem. Dat geldt ook voor technische documentatie. Denk maar even aan een component content management system. Daar wordt een manual wordt opgeleverd en dat wordt gepubliceerd naar bijvoorbeeld de serviceorganisatie. Nou, en vaak is dat dan een 600 pagina tellend document, wat men via een PDF middels een laptop kan gaan zitten zoeken. Dat zie ik nog even als een vorm van push-informatie, waarbij dat niet is geïntegreerd op basis van meteen van een bepaalde context bij een klant met een bepaalde configuratie, met een bepaald probleem. Vandaar not aligned en not niet geïntegreerd. En waar het straks naartoe zal gaan, naar onze mening, en daar zit ook denk ik de crux van de shift van technische informatie als een kost naar een asset, is dat je straks in staat zal moeten zijn dat dit veel meer een pool mechanisme gaat worden vanuit nogmaals die user kant en die context kant of die klantenkant. Dat betekent dat een, zeg maar, op dat moment komt de juiste informatie voor een specifieke taak, voor een specifieke setting, een context, wordt dan verstrekt. En dat betekent dat dit plaatje eigenlijk dus, zeg maar, met elkaar moet gaan praten. En daar ligt de uitdaging om daar stap voor stap verder vorm aan te geven. Iets wat waar wij voor hanteren in onze, want uiteindelijk kun je natuurlijk zeggen, ja, dat zijn mooie verhalen, dat is generiek, is ver van mijn bedshow. Maar uiteindelijk gaat dat natuurlijk om dat heel concreet te maken. En een methode om dat te doen voor ons is om gezamenlijk met onze klanten te kijken naar de technische informatievolwassenheid of maturity. Dat is een model waarin wij gezamenlijk kijken naar wat is de huidige maturity van de technische informatie en documentatie binnen het bedrijf. Wij onderscheiden daar eigenlijk een drietal stadia. De eerste is erg gefocust op documentatie. Ja. Je kunt met focus op de technische documentatieactiviteit kun je een aantal stappen onderscheiden. Dat kan heel ongestructureerd en ongecontroleerd gebeuren. Waarbij verschillende afdelingen op basis van verschillende formats, in verschillende programma's, op hele verschillende wijze informatie genereren. En dat kan je uiteindelijk natuurlijk in fase 2, hier op het einde van deze stage, kun je dat op een hele gestructureerde en geïndexeerde en optimale manier doen. Maar dat is nog steeds erg document of documentatie-centrisch.
De uitdaging zit erin die informatie, en nogmaals ook in combinatie met andere databronnen, om daar informatie van te maken. Dus dat je ook weet hoe technische documentatie, in welke setting, in welke fase, door welke gebruiker optimaal benut kan worden. Dus hier ga je veel meer kijken naar, oké, maar wat is nou uiteindelijk de waardeketen en waar en op welke wijze wordt die documentatie efficiënt gebruikt en waar liggen de mogelijkheden om dat te verbeteren. En in stadium 3 groeit dat uit naar uiteindelijk de beschikbaarheid van die informatie en ook op zodanige wijze dat die op een digitale, vaak ook meer visuele manier, omdat we daar absoluut van overtuigd zijn dat dat de toekomst gaat worden, gebruikt kan worden op basis van geautomatiseerde triggers en events. En ja, daarmee denken wij dat zeg maar, de technische informatie als een kost daarmee de focus gaat afnemen. En je in deze twee zeg maar, bovenliggende stadia, dat je daar veel meer de mogelijkheid hebt om technische informatie als een asset te kunnen inzetten. Met natuurlijk ook de bijbehorende business case. Nou, wat is de scope van die business case dan? En dat is natuurlijk denk ik een belangrijk... Uiteindelijk denk ik een van de belangrijkste redenen denk ik waarom jullie vandaag ook dit webinar aan het volgen zijn. Total cost, dat begrip denk ik dat iedereen op zich wel kijkt, maar wat is dat in het kader van technische informatie? Nou, ik heb maar even geprobeerd om dat visueel te maken aan de rechterkant. Een heel simpel schemaatje tussen directe versus indirecte kosten en vaste en variabele kosten. Om misschien te beginnen met de twee linker... De twee linker domeinen. Dus de directe kosten rondom technische informatie. Nou, enerzijds vaste kosten zitten natuurlijk in de mensen die het doen, de faciliteiten, de systemen. Waarmee uiteindelijk technische documentatie binnen een organisatie wordt opgebouwd. De variabele kosten daarbij zijn, nou, wellicht worden er suppliers bij gebruikt. Wellicht worden er, ook wij worden wel eens ingezet als flexibele schil. Dus dan heb je een aantal resource leveranciers, vertalingen die daarbij komen kijken. Digitale publicaties die gemaakt moeten worden of anderszins. En dat bepaalt uiteindelijk de directe kosten van technische informatie. De indirecte kant, die vaak niet zichtbaar is en ook vaak niet in oogschouw genomen wordt bij het maken van keuzes voor het creëren of beheren van technische informatie. Er zijn meer de indirecte kant, vaste kosten die gegenereerd kunnen worden en waar technische documentatie invloed op kan hebben. Dus alles op het gebied van training en knowledge management. Dan niet zozeer bij... de mensen die de technische documentatie creëren, maar vooral die hem gebruiken. Denk daar maar even aan een serviceorganisatie. En daar heb je natuurlijk over een gigantische hoeveelheid extra mensen. Die echt aan de gebruikerskant zitten en die dus uiteindelijk een deel van hun tijd bezig zijn om die informatie te gebruiken. Denk maar nog even aan een field service engineer. Waar ik dadelijk nog wel even op terug zal komen. Daarnaast organisatie en management. Hoe geef je sturing aan dit alles? Maar ook de tijd die engineering of die product management of die service product manager besteedt. Op de juiste manier produceren van de juiste informatie voor een betreffende doelgroep. Of de tijd die bijvoorbeeld engineering spendeert om input te geven aan of verduidelijkheid te geven aan degene die de technische informatie daadwerkelijk ontwikkelt. Variabele kosten, dan gaat het inderdaad echt naar proces inefficiencies. Wanneer iets niet duidelijk is, wanneer iets niet gevonden kan worden, dan heeft dat direct effect op kosten, op lead time, op downtime van producten. En ook met een duidelijke impact voor mogelijke de eindklant. En daar zit natuurlijk iets wat vaak in ieder geval in de besluitvorming of in de ontwikkeling van technische informatie en de manier waarop dat gebruikt wordt, waarbij dat vaak nog niet helemaal duidelijk is hoe dat zit. En daar hebben we inmiddels ook wel wat onderzoeken naar gedaan, samen met onze klanten. Een heel groot van oorsprong Eindhovense bedrijf, wat in de medische wereld zit, dan weten jullie wel waar. Dat heeft ook al aangegeven dat echt af en toe tot echt gigantische percentages kan oplopen, waarbij een field engineer zoekt naar zijn betreffende informatie. En als je dat dan voor 3500 field engineers doet,
dan hoef ik jullie niet uit te leggen dat zeg maar, die kant van de total cost of ownership natuurlijk een veel groter element is dan de directe kosten waar ik in het begin over had. Dus om maar een indicatie te geven, en dat hangt natuurlijk sterk van het soort bedrijf en van de context af, maar dat kan zeg maar 1 tot 100 of meer. Goed, dan de business case dimensies. En dat is iets waar we met onze klanten in toenemende mate zeg maar, over spreken. Wij zien eigenlijk drie pijlers als we het hebben over business case. Aan de ene kant is de dimensie natuurlijk de total cost, waar ik het net over heb gehad. Aan de andere kant zien we ook wel de behoefte, en zeker natuurlijk in de afgelopen half jaar, hebben we gezien dat flexibiliteit een zeer belangrijk aspect is in het managen van de business. Flexibiliteit in het op- of afschalen, flexibiliteit in het snel kunnen reageren op een steeds veranderende situatie. Dat gaat niet meer met een varkenscyclus van 7 jaar. Helaas hebben we inmiddels ook aan de lijf ondervonden dat dat gewoon heel, heel hectisch en kort cyclisch kan zijn. Dus flexibiliteit is toch wel een item wat wij steeds meer ook horen als een belangrijk element voor onze klanten. En de derde dimensie is inderdaad digitalisering, innovatie. Hoe zorg ik ervoor dat ik relevant blijf als klant voor mijn eindklant, maar ook hoe zorg ik ervoor dat ik blijf ontwikkelen, dat ik niet stilsta, dat ik nieuwe technologieën, nieuwe mogelijke manieren van werken toepas binnen mijn eigen organisatie. En op die snijvlakken van die drie dimensies kun je dan een aantal vragen stellen van. Vandaag nog een goed gesprek gehad met een bestaande klant van nou, hoe bereik je nou eigenlijk het optimum hè, tussen op die as tussen total cost of ownership en flexibiliteit, hoe bereik je nu het optimum tussen input en output? Dus je kunt workload of zeg maar de hoeveelheid mensen die je inzet, kun je afbouwen, kun je opbouwen op basis van workload, maar wat is daar ook de invloed op output en daarmee uiteindelijk ook het effect op total cost of ownership op in het gebruik van die informatie. Op de andere as tussen TCO en digitalisering, hoe zorg je ervoor dat die digitalisering en innovatie daadwerkelijk bijdraagt aan het resultaat? Hè? Dus tastbaar. Iets wat we toch veel zien is dat bedrijven duiken op nieuwe technologische mogelijkheden. Denk even aan artificial intelligence, maar in ons kader natuurlijk ook behoorlijk veel op augmented en virtual reality. En daar mooie pilots en proof of concept mee doen. Maar het gaat er uiteindelijk om hoe bed je dat nou in je dagdagelijkse proces, waardoor je in staat bent om het effect wat je ermee wil bereiken ook echt te kapitaliseren. En dat is vaak een vraag die wij in toenemende mate krijgen wanneer je het hebt over het digitaal gebruik maken en digitaal publiceren van informatie. En op de andere as tussen flexibiliteit en digitalisering innovatie is natuurlijk hoe match ik nou eigenlijk de korte termijn doelstellingen aan de ene kant en dan op de lange termijn transformatie. Hoe maak ik de juiste keuzes met de beschikbaarheid van resources en dergelijke die ik nu heb versus de feitelijke investeringen voor de lange termijn en hoe zorg ik ervoor dat ik daar stappen zet. In het kader zeg maar, van het hele een praktisch voorbeeld waar ik straks al over had, zeg maar, met name vanuit maintenance staff, dat wij ook wel echt steeds meer zien dat zeg maar, in het gebruik van informatie, daar zit toch echt wel vaak toch wel een heel grote inefficiëntie. Op de manier waarop dat over het algemeen nog gebeurt. En onderzoek heeft uitgewezen, en dat is dus niet onze eigen onderzoek, maar ook echt geverifieerd buiten het plan, dat het tot meer dan 35% van de tijd van maintenance staff, van field service engineers kan zijn, dat zij zoeken naar de juiste informatie over de betreffende klant, of het oplossen van een probleem, of het vinden van de juiste spare part informatie. Dus er is behoorlijk wat verbeteringspotentieel wanneer je dat gaat terugrekenen naar zeg maar, technische informatiemanagement. Iets wat dichtbij op die maturity ladder zit, is natuurlijk het hergebruik en de consistency van technische informatie.
Zorg ervoor dat informatie op dezelfde manier, op dezelfde manier gestructureerd is, op dezelfde manier gebrand is, maar ook dat er optimaal hergebruik gemaakt wordt van die betreffende informatie. Flexibility in workload versus costs. Van hoe ga je inderdaad om met zeg maar het opschalen van mensen, zowel in de technische documentatieafdeling als ook uiteindelijk in de dagelijkse werkprocessen, bij zeg maar een sterke stijging van het aantal van de productportfolio, van het introduceren van nieuwe producten. Zeg maar, wanneer er heel veel modificaties in de markt gezet worden. Iets anders, veel meer op organisatorisch vlak, is dat we zien dat er gewoon heel veel vaak in silo's gedacht wordt. Niet zozeer in disciplines, wat ik straks al aanhaalde, dus bijvoorbeeld marketing, R&D, service, product management. Maar ook binnen, en dat is overwegend wel vaak voor wat grotere organisaties die in verschillende business units werken, met verschillende business pockets, dat ook technische documentatie in de verschillende business units op een hele andere manier en op een hele silo-achtige manier behandeld wordt. En waarbij er dus uiteindelijk op verschillende vlakken of het wiel wordt uitgevonden, opnieuw wordt uitgevonden, of men niet gebruik kan maken van de best practices of van de goede voorbeelden die een andere business unit heeft gebruikt. En uiteindelijk, dat relateert natuurlijk aan die 25% aan de linkerkant, het improvement potential om uiteindelijk de time to knowledge, zoals we het steeds meer noemen, om die sterk te laten dalen. Want daar zit natuurlijk qua organisatie een heel groot optimalisatiepotentieel. En vanuit technische informatie en documentatie kunnen we daar een bijdrage aan leveren. Ik zal zeker niet pretenderen dat wij daar de enige, of dat technische documentatie daar de enige aspect in is. Maar daar kan wel degelijk een goede bijdrage geleverd worden. Bewerken wij vaak op een, zeg maar, in een soort sheet van potentieel wat wij kunnen bereiken. Dat begint in de basis met, nogmaals, hoe kunnen we uiteindelijk future-proof informatie ontwikkelen. Waarbij wij zeg maar als professionele dienstverlener natuurlijk kijken naar hoe we dat kunnen implementeren met single sourcing, illustration-based instructions of visual-based instructions, controlled content and language en topic-based authoring metagedateerde tags. Om uiteindelijk die informatie op een efficiënte en digitale manier aan te roepen. Anderzijds in de manier van hoe manage je nou technische documentatie. Want ook daarin, en dat heeft ook weer met die verschillende silo's te maken. Hoe zorg je nou voor dat er op een consistente en goed gemanaged manier en zo efficiënt mogelijk technische documentatie gecreëerd wordt, maar ook gemanaged wordt. En uiteindelijk van hoe kijk je uiteindelijk naar veel meer de gebruikerskant. Hè? Hoe zorg je ervoor dat dat op een goede manier naar de markt gebracht wordt, op een consistente manier, maar ook waarbij je ervoor zorgt dat er geen dublures en dubbel werk gedaan wordt binnen de organisatie. En dat heeft aan de rechterkant dus uiteindelijk een aantal effecten. De gearceerde omgeving is met name ook de basis waarop wij met onze klanten de echte business case bepalen op geld. Hè? Dus van waar kun je geld besparen of waar kun je marge verbeteren door veel efficiënter beheer van technische informatie. Een andere doorkijk, daar ga ik niet helemaal op in, maar dat is nogmaals ook een grid wat we gebruiken in de gesprekken met onze klanten, is dat je eigenlijk veel meer vanuit de value chain gaat kijken van technische informatie. Hè? Dus hoe zit het met de input en supply? Wat is de fase waarin hoe ga je efficiënt en effectief om met content creatie, review, localisatie, de vertalingen, daar waar nog ook relevant. Publish en print. Print, ik zou zeggen ja, print. Er wordt nog steeds veel geprint. Dus ook zeg maar, de manier waarop je informatie kunt hergebruiken, heeft daar valt een reductie te behalen. Maar goed, steeds meer aan de rechterkant in de blauwe domeinen van oké, maar wat is nou het effect van die technische informatie en hoe kunnen we ervoor zorgen
dat daar op zo goed mogelijke manier gebruik van wordt gemaakt. Nou, dat doen we uiteindelijk met de return of investment. Hè, want uiteindelijk moet je, als je dit op een bepaalde manier wil brengen, zul je dat uiteindelijk ook moeten doen met wellicht soms een investering in een systeem of in een leverancier of in know-how en expertise. En dat heeft uiteindelijk een bepaalde return on investment. En er zijn natuurlijk een aantal zaken die op de korte termijn kunnen bijdragen. En er zijn natuurlijk een aantal die op de middel, dus dan wel lange termijn kunnen bijdragen. Dus het is ook niet een kwestie van een quick fix of een druk op een knopje en dan heb je het gerealiseerd. Dat is echt iets waar je zeg maar, sturing aan moet geven. Nou, hoe komen we dan tot aantoonbare resultaten? Stel je steeds meer, en ook dat was vanmorgen een gesprek met een klant, ja, dat betekent dat je echt moet kijken naar wat is nou een roadmap van activiteiten die je kunt opstellen om uiteindelijk die gains, die waarde van die business case te kunnen realiseren. En dat leidt uiteindelijk zeg maar in het managen, het gezamenlijk managen, op basis van heldere KPI's en afspraken, tot uiteindelijk de kost van delivery naar beneden te brengen. En uit onze ervaring kunnen we aangeven dat op de directe kosten, want daar heb ik het hier in dit geval specifieke geval over, dat wij zeg maar, inderdaad echt in meer dan 30% tot 50% de kosten van delivery naar beneden kunnen brengen. Er staat hier normaal, maar dat mag ik helaas niet met jullie delen. Daar staat, dat is echt van een bestaande klant, een kostenontwikkeling die uiteindelijk echt leidt tot een percentage wat ook echt met de klant afgesproken en ook bevestigd is. En dat leidt dus substantiële kostreductie, wat eigenlijk feitelijk een iets andere benadering vraagt van oké, welke technische documentatie hoort bij dit project en wat hebben we daarvoor nodig en hoe gaan we dat doen en hebben we daar al het juiste budget voor. Dat vraagt dus echt wel meer een integrale benadering, zoals ik eerder vanuit een maturity denken heb aangegeven. Een case waarbij we dat een tijd geleden, vanaf 2014, hebben gedaan in de Nederlandse markt is Bonidam. Dat mag ik ook met jullie delen. Waarbij we uiteindelijk een 40% productiviteitsverbetering hebben kunnen laten zien op het gebied van alles wat met technische documentatie te maken heeft. Maar ook uiteindelijk een stap hebben gezet om het klaar te maken voor een veel digitaler gebruik van technische informatie. Door middel van een aantal oplossingen en diensten die we samen met Bonidam hebben ingevoerd. Zoals jullie hier op de slide kunnen lezen. Een meer internationale case, en dat is eigenlijk wel onze internationale belangrijkste case, die mag ik helaas met naam en rugnummer niet delen, is een groot industriële equipment bedrijf, waarin wij ook op eenzelfde manier, en in dit geval wel echt van een global outsourcing model, zeg maar dit hebben toegepast. En toch substantiële besparingen hebben kunnen leiden. En waarbij we ook optimale flexibiliteit hebben kunnen leveren. Dat wil niet altijd zeggen dat het voor ons heel goed is, maar in de laatste anderhalf jaar hebben we gezien dat we volledig hebben kunnen meeademen met de downturn eigenlijk in een business gedurende de COVID-periode. Maar waarbij we op dit moment ook weer fors aan het opschalen zijn. Dus wij ademen mee met onze klant in dit geval. Daarmee hoop ik jullie ook wat voorbeelden en wat proof te hebben gegeven van dat dit ook echt niet alleen een verhaal is, maar ook daadwerkelijk realiseerbare resultaten oplevert. En mochten jullie daar meer over willen weten, dan horen wij dat natuurlijk heel graag. Daarmee kom ik aan het eind van in ieder geval mijn webinar over dit topic. Ik hoop dat jullie daarmee wat voer tot nadenken heb gegeven. Daar willen we graag met jullie over verder praten. Dus jullie weten ons wat dat betreft te vinden. Ik zal even kijken in de chat. Of ik ben heel uitvoerig geweest. Of ik ben ook heel duidelijk geweest. Er zijn op dit moment geen vragen. Ik wil daar nog heel even aandacht voor geven. Of nog een vraag stellen om die alsnog te geven. Anders wil ik jullie van harte bedanken voor jullie aandacht vandaag. En zie ik jullie graag terug bij een van onze volgende webinars. En in de tussentijd heel graag bij jullie op kantoor. Ofwel gezien de situatie via een teamsessie om dit verder te bespreken.
Laatste check op de chatbox. Geen verdere vragen. Nogmaals, ik hoor graag hoe wij jullie verder van dienst kunnen zijn. Een hele fijne dag nog. Bedankt voor de aandacht en wij spreken elkaar snel mogelijk.